Theatericoon Gerald Vierklauw Pasukru is gisteren naar zijn laatste rustplaats gebracht. Comediant Clifton Braam zegt dat het heengaan van Vierklauw een groot verlies is voor de Surinaamse toneelwereld, maar in het bijzonder voor Asago. Er is niemand die de plaats van Vierklauw kan innemen in de toneelwereld, zei Braam. Er was maar één Gerald Vierklauw. En dat ook toe aan Domeritaki. Maar wel moet Asago doorgaan. Doorgaan in een neef Gerald, omdat dat Gerald zou willen. Lek van we sari nou, dat Tamara, dat Gerald ook dat ook plezier nu. Lek van een singi-singi, dat zou Gerald altijd weer een wending geven aan al die liedjes, want zo was hij. Dus laten we al die mooie momenten meenemen, beste mensen. Clifton Braam. Max Moussam, die namens Asago het woord voerde, benadrukte dat de theatergroep zich ervan bewust is dat Vierklauw niet vervangbaar is. Hij haalde aan dat Vierklauw veel betekend heeft voor Asago en hen achterlaat met vele mooie herinneringen. En zelfs wanneer alle concrete herinneringen vervaagd zijn, toch zal de naam der Vierklauw steeds bij ons in gedachten blijven, want God, Masrakado, laat geen enkele naam verloren gaan. Gerald, meester Hankers, Sukru, Idi Amin, hij was een goddelijk geschenk voor ons, om te wijzen hoe hij zichzelf voordeed. Het verlies van Gerald is daarom voor ons als Asago en als familie pijnlijk en ondraaglijk bij de groep. Asago verliest in Gerald een onvervangbare kracht met zijn unieke persoonlijkheden. Dat was dus Max Moussan van de theatergroep Asago. Gerald Vierklauw, die de vorige week overleed, is gisteren ten grave gedragen.